En Jesse die in 2021 een leuk meisje ziet en dan zeg ik, dit is mijn setup. Nee, zo gaat het niet altijd. Alleen als ik een leuk meisje zie en ze komt naar mij toe, dan laat ik ze natuurlijk even mijn setup zien, want dan denk ik wel even van, ik moet even mijn shine pakken natuurlijk. Yo mensen, welkom terug bij weer nog een nieuwe video. Jawel jongens, vandaag gaan wij weer reageren op leuke memes. En vandaag wordt het speciaal, want we gaan niet zomaar reageren op memes. Wij gaan reageren op memes van mezelf. Ja. Vandaag gaan we leuke memes bereiken van mij die kijkers hebben gemaakt, waarin voornamelijk Chris de meeste memes heeft gemaakt. Dus check zijn kanaal, link in de beschrijving. Dankjewel Chris voor het aantal moeite die je hebt gestopt in de memes, want die gaan wij met z'n allen doorspitten. Dus ja, als jullie vaker memes willen zien, dan moeten jullie me helpen. Dan moeten jullie gewoon mijn Discord server joinen, link in de beschrijving. En dan moeten jullie gewoon een meme gaan maken en dan reageer ik erop voor een video. Als we er 20 likes halen, komt er een deel 2. Als er ook nog eens memes in worden gestuurd, want ik denk dat dit wel heel leuk gaat worden. Dus als je nog niet de Discord bent gejoind, join nu de Discord. Ik heb nu een linkje gestuurd. En zet het dan in de Discord. Yes, gaming memes in dat spraakkanaal en dan kan je gewoon leuke memes van mij zien. Ja, en ook maken natuurlijk. Hoe dan ook, laten we gewoon lekker naar de memes duiken. Oké, jongens, nou ja, in ieder geval, dit is de eerste meme en ja, ik zat vroeger altijd in de chat van Leven die Lange en ik maakte altijd zulke fun en shit en ja, al die shit. Ja. En wij gaan nu op die meme reageren. Ik zei, Jesse Gaming, natuurlijk dat ben ik, je ziet mijn gezicht. Ik zei, ik wil kaasbroodjes. En toen zei een random persoon, oké. En toen zei ik smak. Want ik smak van kaasbroodjes. Nou ja, ik hou ook van frikandellenbroodjes hoor. Geen zorgen. Oké, de tweede meme laat ik even op dit moment zien. Want ja, dit is niet echt een meme, maar zoek de verschillen. Heb je verschillen? Kom op. Het zijn er 10. Ja, het eerste verschil is dat zij knapper is. Shit. Shit, man. Ik heb mezelf gewoon volop geëxposed, of niet? Jazeker, dat heb ik gedaan. Ja, hier hebben we verder niet zoveel op toe te voegen. Vinden jullie van wel? Nee. Oké, en hier komen we weer aan bij een meme over kaasbroodjes. En Jesse die aardappels ziet. Oh ja, jongens, ik hou niet van aardappel. Dat jullie dat even weten. Daar ben ik niet de grootste fan van. Dus ja. En kaasbroodjes vind ik gewoon lekker. Ook frikandellenbroodjes, weet je. Maar ik weet ook niet. Ik ben gewoon die kaasbroodjes meneer. Maar weet je, allemaal die shit. En ja, dan kijk ik echt heel raar. Zo. Goed dan, we gaan naar een andere soort meme. Jesse die in 2014 een leuk meisje ziet. Nou ja, dan zit ik zo een beetje flexend te kijken natuurlijk. En Jesse die in 2021 een leuk meisje ziet en dan zeg ik, dit is mijn setup. Nee, zo gaat het niet altijd. Alleen als ik een leuk meisje zie en ze komt naar mij toe, dan laat ik ze natuurlijk even mijn setup zien, want dan denk ik wel even van, ik moet even mijn shine pakken natuurlijk. Maar dat is logisch. En ja, mooie setup. Dus sowieso een hele oude foto zo te zien, want ik had nog een hele oude achtergrond. Maar wel een gave setup. Alright, Jesse Gaming, wanneer hij het woord heeft voor 200 mensen. Wanneer. Jesse Gaming, wanneer hij voor 200 mensen praat op YouTube. En dan sta ik er zo heel stoer bij, zo van. Ik durf dat wel. Want ik praat letterlijk, ik praat nu ook gewoon voor misschien wel 200 mensen. Want ik weet zeker dat als jij dit. Ja, jij kijkt dit nu. Ik praat nu voor jou. Dus misschien wel voor 200 mensen. Maar als ik het woord voor de klas heb, ben ik meer zo. Hallo, ik. Ja, en ik weet het niet precies meer. Wanneer Jesse aan het grinden is naar 1K. Je ziet het hier staan 5 dagen geleden, 4 dagen geleden, 3 dagen geleden. Oftewel, daily uploads. En dan als ik de 1K heb, dan zeg ik, ik heb een pauze van YouTube. Maar dat is niet zo. Trouwens, dank je voor je like, hè. Love this. I love this. Nee, maar jongens, dat is niet zo. Want die video, trouwens die screenshot, die is zo. Deze video. Waar ik raak uit mijn woorden. Deze video is van ongeveer 2 weken geleden bijna. En ik heb de 1K al 5 maanden of 4 maanden. Wat dus betekent dat ik geen pauze neem doordat ik die 1K haal. Dus. Nee, dat klopt niet. De volgende, Jesse Gaming, die lekker elke dag wil uploaden op YouTube. Natuurlijk zal ik voor jullie elke dag willen uploaden op YouTube. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Want we zien het al, school, let's change chat. Ik denk dat ze bedoelen dead. Ja, hij bedoelt dead. Maar nog steeds, let's change dead. Ja, echt waar jongens. School, kijk, ik zit op een leuke opleiding en zo man. Het is alleen een beetje stressvol en zo. Maar het is natuurlijk wel dat het YouTube video's maken wat minder maakt. Oftewel, ik kan minder YouTube video's maken. Maar boeien. We doen het in ieder geval. We gaan ervoor. Nou, snap je wat ik bedoel?
We doen het nog steeds 2 keer per week. Misschien gaan we wel over naar 3 keer per week. Dat weet ik nog niet. Maar we gaan er gewoon naar kijken of dat kan. Dat zou wel ziek zijn. Oké, we gaan bijna naar de laatste meme. Iedereen voor 2020 special. Ja, iedereen hier en dan Jesse voor de 2020 special. Ja, maar kijk. Ja, ik snap je. Maar ik wil juist next level gaan. Kijk, hier, hij heeft wel een zieke setup, man. En hij is levende lang, jongens. Als jullie hem nog niet kennen. Ja, man. Legends. Nee, maar eerlijk. Dat is volgens mij DB Gamer, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, kijk, de meeste mensen zitten gewoon binnen achter een microfoon. Ze zitten gewoon uit te leggen van, ja, in januari heb ik dit gedaan, in februari heb ik dit gedaan, en in april dit, en in maart is er niet veel gebeurd. En wat ga ik doen? Ik ga buiten staan en ik ga zeggen, we zijn deze maand met 100 abonnees gegroeid. Nou, weet je wel zo, allemaal die shit. Maar het is wel een leuke meme. Ik vind hem leuk. Wanneer ik zit te eten en ik zie dat mijn eten over de datum is. Godsamme, Chris. Dit is toen ik die koffiebonen in mijn mond deed. En ik vond ze zo smerig dat ik er echt op als een paard bij keek. Ik zweer het je. Ik vond het zo vies. Maar ik ben niet echt een fan van koffie, zeg maar. Cappuccino en zo vind ik wel lekker. Latte en zo. Maar koffie. En dan moet je nagaan dat je koffiebonen moet eten. En ik heb het gewoon allemaal voor jullie gedaan. Dus ja, dat is wel echt respect voor jullie, hè. Maar ja, ik vind het wel een leuke meme. Kijk mijn mooie hoofd. Ik sta er wel mooi bij, man. Oké, ik. 2021 wordt een beter jaar. Jesse Gaming neemt een pauze. Ik. Angry as f***. Ja, zolang jullie weten. Ja, weet je. Sommige mensen die willen gewoon graag dat ik upload. En ik heb gewoon een pauze nodig. Ik kan er ook niks aan doen. Ik moet gewoon een pauze nemen. Nee, als we over de meme gaan praten, ik vind het wel een leuke meme. Wel origineel. Ik heb hem niet langs zien komen. Maar ja, alle memes zijn origineel, want ze zijn allemaal niet afgepakt. Elke meme is gewoon creatief. Ik ben er trots op. En de tweede die is gestuurd, Jesse Gaming upload een video. En dan ik, here we go again. Maar in de ene meme staat dat je kapot gaat, ja. Dat je boos bent als ik een video niet upload. En in de andere ben je juist boos dat ik wel een video upload. Dus ik snap hem niet. Ik ben hem even kwijt. Jongens, help me verder. Ik heb een error nu. Ik begrijp hem echt niet. Nee, ik vind het leuke memes. Ik zweer het. Kijk, hier staat zeg maar, neemt een pauze en dan, ah shit, hij neemt een pauze. Dat is geen video's. En dan staat er hier, upload de video en hier, ah shit, here we go again. Ja, man. Maar hey, eerlijk, ik vind dat jullie het goed hebben gedaan met de memes. Ik ben trots op jullie. Ik ben echt trots op jullie, jongens. Jullie hebben het super goed gedaan met de memes. En ik hoop dat we ook nog vaker memes kunnen zien. Ik hoop dat we gewoon vaker memes kunnen zien. Ik hoop dat er gewoon mensen zijn die ook memes maken. Als je gewoon Chris en zo, willen jullie meer memes maken? Ga gewoon lekker door met de memes, want ik vind het leuk. Ik vind het leuk om hierop te reageren. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb ervan genoten dat er gewoon memes over mij zijn gemaakt. En ze kloppen. De meeste kloppen gewoon. Kijk, sommige zijn creatief en sommige zijn letterlijk de waarheid. Net als die met die 2020 special of met die, ja, kaasbroodjes. Mwah. Maar die setup, die klopt. Die klopt gewoon. Maar jongens, dit was weer de video. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Zoals jullie weten, ik ben net terug van een pauze. Dus ik ga knallen voor jullie. Ik heb betere thumbnails gemaakt. Ik doe daar veel meer mijn best op, jongens. Op Oh, dit is een rare sproet. Ah. Ik doe beter mijn best op thumbnails. Ik doe meer mijn best in het editen. Want ik ben weer een beetje uitgerust. Ik heb ook een outro nu. Leuk nieuwe intro. Dus als jullie dit vaker willen zien. Als jullie meer veranderingen willen zien in mijn kanaal. Die gaan komen. Want er komen ook nog lichtjes aan. Die lichtjes die zijn al kapot. Nee, maar er komen ook nog lichtjes aan, jongens. Maar als je dit een leuke video vond, vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Het is volledig gratis. Dan zal ik jullie zeggen, tot de volgende video dan weer en later!